Suriname werd gisteren opgeschrikt met het nieuws over de varianten die zijn opgedoken in Suriname. Vandaar dat de instanties moeten overgaan tot het verscherpen van de maatregelen. Zo staat vast dat de avondklok wordt verruimd. De maatregelen voor de komende 2 weken met mogelijkheid voor verdere verscherping aan de hand van de epidemiologische ontwikkelingen. Avondklok gedurende maandag tot vrijdag van 8 tot 5. Avondklok gedurende zaterdag, zondag van 6 tot 5. Overheidskantoren, nutsbedrijven, banken etc. moeten werken met de minimale bezetting van de prioritaire afdelingen onder strikte naleving van het protocol. Van huis uit werken moet worden aangemoedigd en toegepast. Religieuze bijeenkomsten, gebedsdiensten en rouwzittingen en begrafenissen tot maximaal 50 personen indien de ruimte 1,5 meter afstand toelaat en onder strikte naleving van de protocollen. Wij bevelen nogmaals ten sterkste aan dat er geen ontheffing voor feesten wordt verstrekt door overheidsinstanties en dat er een strikte controle is op de naleving van de afgekondigde maatregelen door de COVID-19-brigade. In deze aflevering zullen wij infectioloog Dr. Stefan Vrieden en epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat aan het woord laten. In Suriname worden regelmatig samples verzameld om op te sturen naar het buitenland waar men kan onderzoeken om welke variant het gaat. In Suriname hebben wij nog niet de mogelijkheid dat te onderzoeken. Ook geeft de epidemioloog aan om hoeveel samples het gaat die zijn gestuurd naar het buitenland. Dus die testen die we hier doen is om te kijken of je COVID hebt, ja of nee. Die samples die naar het buitenland gaan is om te kijken van wie is je COVID-familie. Dat is die mutatie. Uit welke familie komt het? Weet je, dat is DNA-testing, toch? Net zoals bij die spionagefilmen. Dat zie je van mensen gaan kijken van wie is de moordenaar. Dan zoeken ze naar DNA en dan vinden ze het. Dus zo kijken wij van wie is dan die echte COVID. Dan moeten ze naar DNA kijken en dan vinden ze het. Maar die geweldige dingen hebben we hier niet. Dus we moeten het wegsturen. Wat sturen we weg? We sturen een selectie van samples weg. Middels wat we noemen een surveillance. Dan zoeken we per week, van elke week nemen we een aantal samples van verschillende leeftijdsgroepen. We zoeken samples van mensen die opvallend zijn, zoals een mevrouw die uit Brazilië kwam en ziek werd. Die mevrouw gebracht? Die hebben we opgestuurd. Een mevrouw die uit Holland kwam en ziek werd, een meneer die uit Aruba kwam en ziek werd, die zijn weggestuurd. En dus die mensen bleken inderdaad ook van die varianten te zijn. Dus we kijken naar mensen die opvallend zijn. Mensen die weer ziek zijn geworden terwijl ze al ziek waren geweest. Want als je al ziek bent geweest, dan had je toch al resistentie. Nee, maar je bent toch weer ziek geworden. Dus dan zeggen we oké, dus dat is ook een kenmerk van die varianten. Dus we kijken naar mensen die een beeld hebben dat kenmerkend is van iemand die besmet is met een variant. En we kijken gewoon ook periodiek, nemen we, zodat we weten van periodiek uit de groep mensen die besmet zijn, wat er is. Dat is de manier waarop we selecteren. Er waren 75 samples weggestuurd. 2 waren niet zo goed, dus die zijn niet geanalyseerd. En voor de rest had je dus eigenlijk het grootste deel was van de oude variant die we hebben gehad in de tweede golf. En daarna een heel klein deeltje van de variant die we hadden helemaal in het begin. Dus die suddert nog een beetje door, wil dat zeggen. Maar daarna had je dus een hele hoop. Je had 8 van het Manaus variant. En dat is dus 8 gevallen van die 75. En van die 8 hebben we al nagegaan dat er contacten waren van die 8. Want die mensen hadden ze doorgegeven en ze zijn ook besmet door anderen. Dus uit die clusters hadden we dus wel gehaald dat er ongeveer 14 waren. Dus van 14 mensen weten we zeker dat ze de P1 variant in Suriname hadden. 8 vastgesteld en dan dus 8 en 4 en 6 dan. En 6 zijn dus gelinkt aan die 8. De eerste positieven van de P1 variant en de B1.1.7 variant hebben rond 15 februari voor het eerst klachten vertoond. En de eerste positieven van de B1.351 rond 15 maart. Van de mensen die getraceerd zijn en die de varianten met zich meedragen, zitten de meesten in isolatie. Maar er zijn mensen daarbuiten die milde klachten hebben en die zich niet laten testen. Dr. Krishnadat geeft aan dat hoe er clusters zijn ontstaan. Alle mensen die wij kennen die ziek zijn, die zitten in isolatie. Maar het gaat om de mensen van wie we het niet weten. Die weten we niet, toch?
Die mensen die geen klachten hebben. Die mensen die een klein beetje klachten hebben en die gaan testen. Die mensen bleven rondlopen. En die zijn waarschijnlijk ook gelinkt. Van de meest van al van die 8 mensen weten ze niet duidelijk van waar ze het hebben gehad. Het grootste groepje van die 8 was wel gelinkt aan een cluster bij een detacheringsgoudplek. Ik weet niet precies hoe dit werk in elkaar zit, maar het was een werkplek. En ze zijn in die werkplek besmet geraakt en een paar hebben dan hun huisgenoten ook besmet thuis. Maar die mensen die ze hebben besmet zijn allemaal in quarantaine. Een van die mensen was in de ICU, maar gelukkig is hij volgens mij wel beter geworden. Van die Britse waren er 7. En daar zijn er ook een aantal mensen gelinkt. Een van die 7 was die persoon uit Aruba. Toch? Die persoon uit Aruba die was dus hier gekomen, maar die was dan gelijk geïsoleerd. Hij was in quarantaine, heeft niemand kunnen besmetten. En daarnaast had je dus een aantal mensen die weten van waar ze het hebben. En een aantal hebben dan ook hun mensen thuis besmet of zijn van hun mensen thuis besmet geraakt. Die Zuid-Afrikaanse variant, dat is voor ons het grootste mysterie. Hoe die hier is terechtgekomen. En op BOG zijn ze nog goed aan het onderzoeken, die mensen weer aan het ondervragen. Aan het kijken, men is echt aan het vragen. Maar weet je zeker dat je niet iemand in je omgeving hebt gehad die pas op reis is geweest? Weet je zeker, want het kan alleen maar met het vliegtuig naar binnen zijn gekomen. Naast de verschillende varianten heeft men geconstateerd dat de 3 voornaamste variants of concern, namelijk de P1, ook wel de Manaus variant, de B1.1.7, ook wel de Britse variant, en de B1.351, ook wel de Zuid-Afrikaanse variant, hier circuleren. Dr. Vrede geeft in een duidelijke uitleg aan wat de varianten inhouden. De varianten dat zijn mutaties, een soort kleine veranderingen van het oorspronkelijke coronavirus. Die zijn ontstaan op verschillende plaatsen in de wereld. En die bovendien, waarvan is gebleken dat zij een iets andere manier van verspreiding hebben. En ook een iets andere manier van ziek maken. Allemaal helaas wat ongunstiger. Dus ze maken of wat meer ziek, of ze kunnen zich sneller verspreiden, doordat ze zich makkelijker aan menselijke cellen hechten. En de variant die we kennen is dus wat we noemen de UK strain, dus die in Engeland is voor het eerst is vastgesteld. Je hebt de Manaus strain, die in Brazilië voor het eerst is vastgesteld. En je hebt de Zuid-Afrika strain, dat is een strain die in Zuid-Afrika voor het eerst is vastgesteld. Helaas blijken dus alle 3 in ieder geval mensen makkelijker te infecteren en ook in ieder geval, dat geldt in ieder geval voor de UK strain, blijkt de mensen ook ernstiger ziek te maken. Het is ook gebleken dat als je heel veel van deze strain in het land hebt, dat leidt tot meer ziekenhuisopname uiteraard en tot meer IC-opname. Helaas zijn deze strains in Suriname vastgesteld en we praten over voor 24 maart. Dus we weten niet hoe het nu zal zijn. Het is nu waarschijnlijk wat erger. Maar deze strains zijn voor 24 maart in Suriname vastgesteld. Maar gelukkig weten we dat nu. De mensen die in Suriname gevaccineerd zijn, zijn nog niet volledig gevaccineerd. De meest gevaarlijke variant is de Zuid-Afrikaanse variant. Wat we zeker weten van het vaccin is dat als je doodziek zou worden van de ziekte, dat je dan minder erg ziek wordt. Dr. Krishnaraj sluit af met aan te geven dat nogmaals in elk geval door het vaccin het ziekteverloop minder ernstig is. Tot nu toe hebben we alleen maar, we hebben wel mensen die volledig gevaccineerd zijn in Suriname, maar die zijn niet hier gevaccineerd. De mensen die in Suriname zijn gevaccineerd hebben tot nu toe maar 1 prik. Ze zijn een beetje beschermd. De variant waarbij we het minst duidelijk hebben hoe hij beschermt is de Zuid-Afrika variant. Maar wat we wel weten van het vaccin is dat het in ieder geval bij iedereen, als je bijvoorbeeld ziek zou worden en je zou doodziek zijn, dat je minder erg ziek wordt. Dus iedereen die gevaccineerd is of zich laat vaccineren, heeft bij een besmetting minder kans op een ernstig ziekteverloop. Dr. Vrieden wist ons te vertellen hoe de varianten ontstaan. Hij vergelijkt het zelf met producten die gemaakt worden in een fabriek waarbij er altijd exemplaren tussen zitten die niet precies hetzelfde zijn als de originele.
Precies zo gaat het ook bij varianten van het virus. Ze zijn voor 24 maart in Su vastgesteld. Een variant is een kopie van het virus. Het virus vermenigvuldigt zich miljoenen keren. Maar net als bij in een fabriek, als je 1000 producten produceert op eenzelfde machine, dan het ene product komt er een beetje zo uit en het andere product komt er een beetje zo uit. En dat is altijd. Dat is ook zelfs als je auto's maakt, zal je nooit hebben dat alle auto's precies hetzelfde zijn. Er is altijd eentje bij wie de kleur wat schever is, bij wie de as wat schever is. Omdat je bij massaproducties gebeuren er altijd kleine verschillen. Meestal zijn die verschillen niet belangrijk en betekent het niks. Maar sommige verschillen zijn juist zodanig dat ze een eigenschap hebben dat ze bijvoorbeeld makkelijker aan menselijke cellen hechten, als we het over het virus hebben. En dat is natuurlijk een ongunstige factor, want als je makkelijker aan een menselijke cel hecht, dan kan je mensen makkelijker infecteren. Dus mutaties noemen we dat, dus kleine veranderingen van het virus, die treden altijd op. De meeste doen er niet toe, maar sommige doen er wel toe, want die hebben een bepaalde bijzondere eigenschap. En dat is ook de reden dat ze opvallen. De andere strains, die mutaties doen er niet toe, die zijn niet relevant. Dan moet je maar denken van dat een auto niet hard groen is, maar ietsje lichter groen. Ja, dat maakt niet uit. Maar als een auto een mankement heeft waardoor hij slechter remt, ja, dan zal het wel opvallen. Dan ga je het wel merken. Dus die mutanten die dus een eigenschap hebben die nadelig is, die komen naar voren en die worden dan herkend. En die worden dan speciaal ook gemonitord, omdat ze een ander beloop van de ziekte kunnen inhouden. Het AstraZeneca-vaccin is wel opgewassen tegen de varianten. Dr. Vrede geeft aan dat er enige ongerustheid was opgetreden binnen de samenleving. Er zijn allerlei zaken over dat men zich afvraagt, oké, maar hoe werkt dit vaccin? Gelukkig blijkt bij alle drie de strains dat het vaccin nog werkt. Misschien iets minder effectief dan voor die oorspronkelijke strain, maar het vaccin geldt voor alle drie en ook voor de Zuid-Afrika strain, dat het de ernstige ziekte en ook de IC-opname en sterfte, dat enorm reduceert. Dus we hebben alle reden om gewoon door te gaan met dit vaccin te gebruiken. Maar hoe zijn nou deze varianten in Suriname terechtgekomen? De meeste van de gevallen zijn van mensen die de quarantaineregels hebben overtreden, maar ook de illegalen die het land binnenkomen. Dat weet je meestal niet precies. Van één weten we het heel precies, omdat wij bij iemand die uit Brazilië kwam en die in quarantaine was en die tijdens de quarantaine ziek werd, die bleek inderdaad met een variant geïnfecteerd te zijn. Maar die variant heeft geen kwaad gedaan, want die persoon was in quarantaine. Die is in isolatie gehouden totdat het virus was verdwenen. Dus die persoon heeft niet bijgedragen aan de verspreiding. Maar kennelijk zijn er ook andere mensen, ook uit Brazilië, hier aangekomen, die legaal of illegaal, dat weten we niet, die niet in de picture zijn geweest en die dus het virus hebben kunnen overdragen op anderen. Zo weten we ook dat er mensen zijn uit Nederland die tijdens hun quarantaineperiode ziek zijn geworden en waarbij we het virus hebben aangetoond. En daardoor weten we waar ze vandaan komen, maar onze quarantaine is niet 100%. Het zij doordat mensen de quarantaine ontsnappen, het zij doordat mensen illegaal het land binnenkomen of toch stiekem naar buiten gaan. Dus dat is de manier waarop eigenlijk het virus zich toch in de samenleving kan verspreiden. Dus wat je hiermee vooral ziet is dat quarantaine is niet alleen de verantwoordelijkheid van de persoon die in quarantaine moet zijn. Quarantaine is iets van de hele gemeenschap. Als u weet dat uw buurman of uw goede vriend in quarantaine moet zijn en de straat op gaat, dan moet u hem niet als goede vriend zeggen van weet je wat, ik gun het hem. Nee, je moet weten, jij brengt potentieel het land in gevaar. Daarom is quarantaine iets waar we met z'n allen
aan moeten werken. En het is niet alleen van de persoon, we moeten als met z'n allen ernaar kijken, omdat wij nu met z'n allen, als straks de maatregelen weer worden aangescherpt, de wrange vruchten gaan plukken van het niet adequaat mensen in quarantaine houden. Dus quarantaine is iets waar we met z'n allen op moeten letten. En ook de isolatie. We moeten niet stiekem iemand thuis houden waarvan we weten dat die positief is, want die persoon kan anderen besmetten. En als die besmetting van die persoon de samenleving ingaat, dan kan het straks betekenen dat wij weer in een lockdown of in een avondklok of wat dan ook komen. Dus het is ons allerbelang om te zorgen dat mensen die geïnfecteerd kunnen zijn, komende uit het buitenland of na contact met mensen die positief zijn, dat die in quarantaine zijn en dat mensen die positief zijn, hoe vervelend het ook is, maar het is voor een korte periode. Het is 5 dagen, 7 dagen dat je in isolatie bent. Dat wij daar niet aan meewerken dat die mensen die isolatie ontsnappen. Want anders heeft het enorme gevolgen voor de gehele bevolking. Ook dokter Friede noemt de situatie zorgwekkend. Gezien de stijging voor wat betreft de positiviteitspercentage dat nu boven de 25% ligt, en dan nog niet gesproken over de nieuwe varianten, noemt dokter Frieden de situatie zorgwekkend. Is Suriname wel gereed om een derde golf in te gaan? Er zijn twee problemen. We zien sinds een week, misschien iets langer, dat we van elke dag 3 naar elke dag tussen de 10 en de 20 infecties gaan. We zien dat we in de afgelopen feestdagen positiviteitspercentage hebben gehad dat boven de 25% ligt. En zoals u weet hebben we heel lang onder de 5% gezeten. Dus op zich is dat al een ongunstig teken. En als daarbij nog blijkt dat er ook 3 varianten in Suriname zijn die veel infectieuzer zijn, dan denk ik dat we best wel ongerust in ieder geval, dat we ons moeten voorbereiden op het toch weer strikter handhaven van de regels, omdat je anders gewoon weer een enorme nieuwe golf kan krijgen. Dus in die zin is het dus wel degelijk zorgwekkend. Je wil een derde golf alleen maar voorkomen, want wij hebben gezien dat met name bij de vorige golf ons gezondheidszorgsysteem ontzettend onder druk is komen te staan. En dat het is niet alleen dat we niet meer willen, maar het is de vraag of we het wel weer aan kunnen. Dus daarom denk ik dat we er alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Dr. Frieden besluit dan ook met te wijzen op de verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. Wat ik nog wilde toevoegen is dat we hebben nou die varianten. En hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Hoe kunnen we dat het beste voorkomen dat die massale problemen in Suriname veroorzaken? En ik hoef u niet naar Curaçao te verwijzen. Iedereen weet hoe vreselijk het daar is. Ze kunnen het daar eigenlijk niet meer aan. En ik denk dat wij ons moeten realiseren dat de belangrijkste manier om een enorme outbreak te voorkomen is door ons aan die regels te houden. En vooral niet te feesten, geen massabijeenkomsten te hebben. Dat zijn gewoon de belangrijkste redenen. Want de tol gaan we gewoon zelf moeten betalen als we dat niet doen. Nogmaals, we kunnen niet genoeg benadrukken dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn om ons aan de regels te houden. We voorkomen dan dat het erger wordt en dat er aangescherpte maatregelen genomen moeten worden. Dat was het dan voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!